Hoi allemaal, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik hoef vandaag niet naar school toe, want deze week heb ik examens, zeg maar praktijkexamens, en ik heb morgen. Dus vandaag hoef ik niet naar school toe, omdat anderen hebben vandaag en er is dan geen les. Maar ik ga wel iets heel erg leuks doen vandaag. Het is namelijk nu 12 uur. Ik moet naar Char toe, want wij gaan een nieuwe inkoop doen voor Vlot. Dus ik ga jullie meenemen. Ik ga nog niet alles laten zien, misschien een paar kleine sneak peeks noem je dat. Maar ik ga nog niet veel laten zien. Maar ik ga jullie wel meenemen. Wat ik vandaag zelf aan heb, ben ik nog niet helemaal over uit of ik het leuk vind. Maar boeien. Het is deze rode jas van de Zara Kids. Dit shirt van Gis Louise. Een spijkerbroek van Pieces. En mijn zwarte Isabel Marantz. Ik weet niet of ik dit echt heel leuk vind. Maar eigenlijk heb ik ook geen tijd om iets anders aan te doen. En het is daar waar wij inkoop altijd vet heet. Dus... ik denk dat ik dit gewoon aanhoud wel. Of heb ik nog een ander shirtje die ik aan kan? Even snel kijken. Nee. Nou, ik kan op zich wat deze aan. Nee, er zit allemaal chloor aan van stage. Nee, oké, ik hou wel gewoon dit aan. Of zal ik deze aandoen? Dat is wel leuk, misschien streepjes hieronder. Ja, oké, ik ga dit shirt aantrekken. En dan ga ik heel snel naar Char toe. En dan gaan we inkopen doen. Char en ik zijn nu in het gebouw waar we inkopen. We gaan niet zeggen waar, want dat willen we niet. En we gaan nu naar de... Ik heb mijn bril weer nieuw, dus ik kan weer niet. Oh, god. Maar we gaan nu dus kijken voor de lentecollectie. Kijk, die tjoetjoetjes. Dus we hopen dat we heel veel leuke dingen gaan vinden. Ik hoop het ook weer. Ik hoop hier niks. De Sunshine Collection. Char en ik hebben echt nog vet veel ingekocht. We hebben al 9 dingen en we zijn er pas een uur. Nou, we gaan nu even op zoek naar leuke jurkjes, want we hebben heel veel leuke onderpantjes. En ook leuke topjes. Dat is bij Creasures ook leuk volgens mij. Zullen we hier even kijken? Oké, doei. We gaan even kijken. Ik ben weer terug van inkoop doen. En ik ben echt zo moe, jongens. Dat is zo niet normaal. Ik heb ook even een nieuwe trui aangedaan. Want ik was echt heel erg koud. Dit is een trui van Nike. We hebben best wel veel leuke dingetjes ingekocht. Al vinden wij dat zelf. En ik zal 1 kleine sneak peek geven. Want we hebben ook dingetjes voor onszelf ingekocht. Zeg maar, zodat we het ook zelf kunnen dragen. Een sneak peek is deze print. Dus, even kijken. Dus dat. Inkopen was heel gezellig. Ik had Char echt al heel lang niet gezien. En ik heb een pakketje gekregen. En volgens mij is dit van Daniel Wellington. Ja. Want ik heb met hun een samenwerking. Daar komt binnenkort op mijn Insta zo meer over. Maar ik mocht dus 2 horloges uitzoeken. En 2 bandjes erbij. Dus die wil ik even aan jullie laten zien. Even kijken, dat komt zo binnen. In zwarte doosjes. Even kijken, we beginnen met de eerste. Best wel een mooi doosje. Gewoon zwart strak met gouden letters erop. Oh yeah. Dit is als eerste gouden. Ik heb gekozen voor een 28 mm klokje. Omdat ik heb best wel dunne polsjes en altijd al veel sieraden om. Dus dan vind ik het mooier als er zo'n klein klokje bij zit. Dus deze in het goud. En daarbij heb ik ook een extra bandje gekozen. Want dit is zo'n echt zo'n stalen band. Zoals je misschien kunt zien. Even kijken of dit de gouden is. Nee, dit is de zilveren. Heb ik ook een extra bandje bij uit mogen kiezen. En dat is een zwart... Oh. Dat is een zwart leren bandje. Dat vond ik wel heel erg mooi. Ik dacht dat is wel mooi met dat gouden zo. Dus dit heb ik als setje uitgekozen. En zoals ik daarnet zei heb ik ook een zilveren uitgekozen. Omdat ik heb natuurlijk eigenlijk allemaal zilveren armbandjes. Maar ik vind het wel leuk om af en toe af te wisselen met zilver en goud. Dus vandaar dat ik ook een gouden heb gekozen. En ik heb precies dezelfde... maar dan in het zilver. En die vond ik wel echt heel erg leuk voor bij mijn armbandjes. En daarbij heb ik dus ook een extra plaatje gekozen. Of een extra bandje gekozen. En dat zit in een zakje. Die ga ik eens eraf halen. En dat is een lichtbruine. Die vond ik wel heel erg mooi weer bij zilver staan zo.
Dus dit zijn de horloges die ik heb gekregen. Ik ben er echt vet blij mee. Binnenkort kan je meer verwachten op mijn Instagram ervan. Voor nu ga ik even wat eten maken, want ik heb echt vet veel honger. Ik heb alleen maar ontbeten voor morgen. Want ik was dus al mijn gezonde voedingsschema eten vergeten om mee te nemen. Dus dat is een beetje dom. Vanavond ga ik eventjes naar het huis van mijn moeder, want dat is eigenlijk zo goed als af. Woensdag komen alle meubels, maar de vloer ligt helemaal. Mijn kamer is eigenlijk zo goed als klaar. Dus er staan hier nog wat badkamerspullen van mijn moeder. Die ga ik even brengen. Wat spulletjes uit mijn kamer ga ik even alvast brengen daar naartoe. En nu ga ik eventjes de vlog van Rosa kijken. Want daar heb ik zin in. En die heb ik nog niet gekeken. En dat is de vlog dat ze in Barcelona was. Dus ik heb heel erg veel zin om die vlog te gaan bekijken. Het is vandaag dinsdag en ik heb zo meteen mijn praktijkexamen. Ik moet ook nog even ontbijten, dus dat ga ik ook doen. Over 20 minuutjes is mijn moeder hier. En dan rijden we samen naar school toe. Als je denkt, dat heeft voor gek jasje aan. Ik heb alvast mijn praktijkjasje aan, want ik dacht, dan kan ik hem niet vergeten. En ik heb gisteren wat zelfruiner op mijn hoofd gedaan. Ik weet niet of je het kan zien. Maar het is weer echt heel erg vlekkerig geworden. Ik ga er echt mee stoppen, denk ik. Ik ga maar weer gewoon een keertje onder de zonnebank. Maar goed. Mijn praktijk, ik zou vandaag duurt van 9 tot 11. En dan moet ik harsen, masker op je rug, zeg maar, scrubben, masseren. Dus ik ben niet echt zenuwachtig. Ja, ik ben wel zenuwachtig voor het harsen. Maar voor de rest niet echt eigenlijk. Als ik dat heb gedaan, ga ik naar huis. Even mijn koffer uitpakken, mijn schoolkoffer. En dan ga ik met Dagmar naar de stad. Want Dagmar is van het weekend jarig. Dus ik wilde even een outfit hebben. Ze moest nog even naar de Hunkemuller. En er is 20% korting bij MAC, bij de Douglas. Dus daar wilden we allebei eventjes heen. Dus daar gaan we sowieso kijken. En wat Dagmar niet weet, is, ja, ik kan het nu wel zeggen, want deze vlog komt dinsdag pas online. Het is al jaren geweest. We hebben een surprise party voor haar, echt vet leuk. Het is 1 april jarig, volgens mij heb ik dat al verteld. 1 april, oh, mijn shirt ligt op boven. 1 april is ze jarig en ze wilde het eigenlijk niet vieren, ze wordt 19. Maar zondagavond denkt zij dus dat ze naar de Millers gaat, maar eigenlijk gaat ze naar het huis van Sharon. En daar is iedereen echt vet leuk. En we hebben echt een heel mooi cadeau voor haar. Maar dat zien jullie allemaal zondag wel. Dus we gaan morgen vanmiddag even naar de stad. En ik ga nu even ontbijten. En nog even die massage doornemen. Ik ga jullie even hier neerzetten. Even een bordje. En dan ga ik even die massage doornemen. En dan ga ik naar school toe. Oké, jongens, ik ben weer thuis. Mijn examen ging best wel goed. We krijgen nu nog niet te horen of we geslaagd zijn. Dat krijgen we pas ergens deze week te zien op magister. Ik moet heel even snel een paar dingen aan mijn vlog doen. En dan kan ik hem opslaan. Ja, oké. Ik ga nu heel snel opschieten, want ik heb mijn dag maar in de stad afgesproken. Dit is wat ik nu aan heb getrokken. Hoodie van Gis Louise, trui zware kinderen. Zadig en verteertas. Deze broek, pantalon is van de H&M. Isabel Marantz. En ik doe mijn Burberry bril erbij op. Ik ga Dagmar nu van school halen. En dan gaan we gezellig de stad in. En ik neem jullie ook mee. Dus ik heb haast. Ik moet gaan. Doei. Tegenwoordig ook in ons voedingsschema. Zonder augurk. Heel gezond. Met Dagmar. Ik hou niet aan het voedingsschema. En het was eigenlijk het plan om niks te kopen. Maar het is niet helemaal gelukt. Het is niet gelukt. Nee. Nou, jij hebt een baby happy meal. Dus op zich. Wel gezond. Nee, dat klinkt. Kijk hoe lelijk zij is. Staat dat erop? Nee, niet die foto. Oh. Dagmar en ik zitten in de Betje Wolfstraat. Omdat. Ja. We kregen mijn buddy. Zo, nu lijkt echt fucking oranje in dit licht. Ik heb net zo'n neusje gekocht. Ik hoop niet dat die echt zo oranje is. Ja, nou, ik zie het gewoon helemaal niet uit vandaag. Maar we kregen mijn buddy dus niet meer open. En we moeten nu dus een half uur wachten. Dus we zitten hier even op een bankje. Ik ga wel even laten zien wat ik allemaal gekocht heb. Oh ja, moet ik het vasthouden? Nee hoor, ik hou hem wel tussen mijn benen. Kan jij ook laten zien wat je gekocht hebt? Oh ja, ik heb weer haast. Stop, jongens. Ik zit hier zo. Even kijken. Kom, zet hem. Ik heb... Het is improviseren. Ik heb nog die luchtjes. Oh nee, zo! Oh ja. Oké. Okay. Nou, improviseren is dit. We waren bij de Zara. Toen hebben we deze luchtjes. Nou, vertel even het verhaal. Nou, ik ging daar dus heen voor mijn oudste verjaardag.
En toen stonden we de hele tijd luchtjes op springen. Maar echt gewoon een half uur, 11 luchtjes die we zagen. En we wisten gewoon niet meer welke we lekker vonden. Maar we hadden er toen uiteindelijk allebei eentje gepakt. En eentje is 10 euro. Toen zagen we dit doosje. En zo'n doosje met twee luchtjes. Voor 13 euro. Ja, terwijl het dezelfde grootte qua luchtjes waren. Ja, dus wij dachten, nou doen we die. Dit is de Zara Oriental en Fruity. Dus kijk, ons hier denk ik heel raar aan, maar dat maakt niet uit. Kijk, zo ziet het eruit. En die van 10 euro waren precies dezelfde aantal milliliter, ja. Dus ziek op lichterij anders. Oh, en dat wordt iets voor de verjaardag gekocht. Ja. Dat ik trouwens al verteld dat het voor je Nou ja, dit heb ik zelf gekocht. Dit is een, ik weet niet of je het ziet. Maar het is een jurkje. Ja, het lijkt op een jurkje. Ja, maar hij is heel leuk. Dan moet je geen BH onder aan, anders is het niet mooi. En dan heb ik ook nog BH's gekocht. Maar die zit helemaal overgehouden. En strings hebben we gehouden. En ondertussen... Ik heb ook make-up gekocht, want bij de Douglas was het... Bij de Douglas was 20% korting op MAC. Dus ik dacht, ja, even profiteren. Dus ik heb een foundation voor de feestjes gehaald en een bronzer voor de feestjes. In C3. Even openmaken. En dit is zo'n foundation waar geen SPF in zit. Dus dan word je niet wit op een foto. De Face and Body Foundation. Fond de teint. Visage et corps. En een bronzer. Want die had Dagmar altijd vroeger. En ja, die pikte ik voor altijd van haar. En nu kan ze van mij pikken. En dit is in de kleur mat brons. Dit is gewoon precies dezelfde als die van jou. Ik ook. Maar ik had geloof ik jou met, ja, want jij had dan niet de matte of zo. Dus die heb ik ook gekocht. En onderbroeken, maar die hoeven jullie niet te zien. Ja. Nou, mag wel, maar... We hebben allebei mooie, mooie jassen aan. Oh ja! Het ziet er gewoon lekker uit. We moeten nu nog denk ik 25 minuten. We zijn 5 minuten verder. Oh nee, 3 minuten. Nou, ik denk dat we nu 8 minuutjes verder zijn. Dus nog 22 minuten. Ik ben weer terug van de stad, maar zoals ik nu zie is mijn hoofd echt best wel geel en oranje. Ik weet niet of dat komt door die foundation die ik gekocht heb. Of door mezelf bruiner. Maar ik ga het in ieder geval even het van mijn gezicht afhalen. Ik ga het even neerzetten. Ik zal zo even laten zien wat ik allemaal... Oh, volgens mij heb ik al laten zien trouwens wat ik allemaal heb gekocht. Ik ga mijn gezicht even hiermee schoonmaken. Met deze van L'Oreal. Want die vind ik heel chill. Ja, ik had dus zelf bruiner gezorgd. Maar het is echt viraal misgegaan. Dus ik ga vanavond sporten. En dan daarna haal ik het, ga ik douchen en dan kan ik die zelfreiner eraf halen. Maar ik heb geen zin om het er nu af te halen. Oh. Ja, het is wel een beetje die foundation ook, hè? Of valt het wel mee? Ik heb het laten testen in de winkel. Want kijk, ik heb altijd, ik draag eigenlijk nooit foundation. Maar als ik bijvoorbeeld een feestje heb, vind ik het wel heel erg leuk om te contouren. En ja, ik vind het dan gewoon mooi om te contouren met een egale onderhuid. En dat kon niet, want ik had nooit foundation. Ik heb alleen maar BB cream, maar dat was niet heel erg dekkend. Ja, ik had het gewoon niet. Dus ik dacht, ja, ik ga het gewoon kopen. En ik had ook niet echt een hele goede bronzer. Ja, ik heb er eentje van Sleek, maar... Weet niet. En ik had nog een fashion check. Dus die had ik omgezet in een Douglas cadeaukaart. En er was 20% korting op MAC. Dus ik dacht, weet je. Ik koop het gewoon. Volgens mij heb ik dit al laten zien aan jullie. Maar... Hey, vlog het leuk. Zat heel aan. Ja. Ik ga vapen in de klas, jongens. Maar dan ziet iemand dat. Vlog je al? Ja, hij staat er aan. Al 18 seconden. Ik ben thuis uit school. Ik had vanmorgen een heel klein stukje gevlogd op school. Want ik was vergeten de vlog te openen. Maar het is woensdag. Ik had het volgens mij nog niet verteld. Ik heb Miu naar thuis gebracht. Want die moet zo meteen werken. Er zijn wat pakketjes binnengekomen. Als eerste deze. Want ik weet niet of ik dat had verteld. Maar bij de kruid had je nu dus... Lage alsers in het wit, zwart,
grijs, roze, blauw en rood volgens mij. Vanaf maat 36 tot 43. Van, voor maar €40. Normaal zijn ze 65. En ik had witte oosters. Althans, zijn die niet meer wit. Ik ga ze er even bij pakken. Maar ik vind die schoenen gewoon... Oh, waar zijn ze überhaupt? Oh, daar. Kijk, die zag er zo uit. Helemaal vies door allemaal festivals. Want ik vind deze schoenen gewoon vet chill voor festivals en zo. En ik wilde sowieso heel erg nieuw. Ik zat er een tijdje naar te kijken. Want ze hadden ook bij Zalando 10% korting of zo. En toen zag ik ze nu voorbij komen bij Kruidvat. En ze hadden mijn maat nog. Dus ik dacht, ik bestel ze daar lekker. Dus ik heb daar in maat 36 nieuwe lage witte alsters besteld. Ik vind hoog eigenlijk ook wel echt weer heel erg leuk. Maar die hadden ze niet meer in maat 36. Dus ik dacht, nou, ik neem gewoon die lage. Kijk even het verschil. Dit is toch bizar. En ik had ze ook in de was kunnen doen, maar kijk, weet je, hier aan de zijkant begon het los te laten. En ik had ze gewoon al best wel lang. Dus ik dacht, voor die €40 kan ik net zo goed een paar nieuwe kopen. Dus deze ga ik lekker weggooien. En die nieuwe ga ik in mijn kast zetten. Ik vind ook, je hebt nu hoge met een plateauzool. Die vind ik ook wel echt heel erg gaaf. Dus misschien dat ik daar ook nog voor ga kijken. Gewoon bij de Bijenkorf of bij Zalando. Maar deze vond ik wel even chill voor gewoon festivals en zo. En feestjes en leuk. Dus die waren maar €40. Dan had ik een tijdje geleden een Zara shoplog opgenomen. Of nou, een tijdje geleden, een week geleden. Ik zal hem even in de beschrijving zetten als je hem nog niet had gezien. En daar had ik een heel leuk geel rokje. Alleen die rits doet heel erg raar. En ik wil dat gele rokje wel houden. Dus ik dacht, ik bestel gewoon een nieuwe. Ja, ik ga niet iets houden waar de rits het niet van doet, weet je. Dus... Die andere heb ik teruggestuurd. En geen heb ik opnieuw besteld. Die beige ga ik trouwens terugsturen. Maar dit is hem dus. In. Ja, XS. €25. Of €19. Het staat hier voor een Zweedse... In Zweden is die 250. Maar deze gewoon. En die had ik dus ook in het beige. Maar ik dacht van... Eerst wil ik ze alle twee houden. Maar ik dacht van nee, wat moet ik met twee dezelfde korte broekjes? Ik heb al heel veel korte broekjes. Dus ik dacht nee, ik doe gewoon alleen de gele. Dus die. En iets... oh, trouwens, kijk. Ik heb mijn nieuwe Daniel Wellington horloge om. Hoe leuk staat dit bij al mijn sieraden? Kijk, het is omdat het zo'n heel klein klokje is... Vind ik dit echt heel erg mooi en schattig staan. Maar oké. Okay. Er is een pakket binnengekomen. Kijk, ik kan hem zo laten zien. Ik wil heel klein beetje laten zien wat erin zit. Maar daar komt dus binnenkort een video mee. Ik moet nog even op twee items wachten. Ik had er namelijk 12 uitgekozen en er zijn 10 binnengekomen. Dus er komt heel snel een hele leuke video aan. Ik ga nu eventjes... Er staan echt vet veel dozen in mijn kamer. Daar ook nog. Dus dat ga ik even opruimen. Zometeen ga ik... Hoppakee. Het is nu volgens mij... Het is nu 5:00. Om 7:15 ga ik naar Mildersport toe, naar mijn werk. Want ik ga daar sporten met Zoe en Tessa. Maar dat begint om 8:00. Maar Zoe moet tot 7:15 werken. Dus ik zei van, nou, ik ga wel even koken. En dan neem ik eten wel daarmee naartoe. Dan eten we daar met z'n drieën. Dus ik ga zo meteen pasta maken. Wat ik afgelopen zaterdag ook met Zoe een keer had gemaakt. Dat was echt fucking lekker. Volkorenpasta met spinazie en crème fraîche en spekjes. Knoflook en uitje. Dus dat ga ik maken voor ons zo meteen. Nou, zo meteen over een uurtje, anderhalf uur of zo. Want ik wil het eigenlijk warm meenemen daar naartoe. En vet leuk. Morgenavond is in Amsterdam de G's Louise Sample Sale. En ik zou er met Rosa heen gaan. Ga ik nog steeds. Maar ik had ook contact met Esme Giel. Die kennen jullie denk ik ook wel. En zij ging er ook in. Ze zou eigenlijk met haar vriend gaan. En toen kwamen we een beetje op het gesprek van... We komen tegelijk aan op Centraal. Dus zij gaat nu ook gezellig mee. Dus we gaan met z'n drieën, Esme, Rosa en ik... gaan we naar de G's Louise Temple Sale. Dus dat vind ik echt vet leuk. Ik hoop echt dat ze daar hele leuke dingetjes hebben. Leuke shirtjes vooral, want... Ja, of nog even een leuke trui of iets. Maar ik wil gewoon even leuke shirtjes voor de zomer. Echt heel graag. Dus dat, daar heb ik echt heel veel zin in. Vind ik heel erg leuk. Ik heb Esme toen ontmoet op Thuishaven. Dus die heb ik al een keer gezien. En Rosa heb ik natuurlijk al vaker gezien.
Dus, dat vind ik heel erg leuk. Oké, ik dacht ik ga even laten zien hoe ik het eten ga maken. Er staat nu wat water te koken. En wat water in de waterkoker. Kijk even hoe leuk. Mijn vader heeft deze nieuw gekocht. Om zo meteen de volkoren pasta in te doen. Dan heb ik hier spekjes. Die ga ik zo meteen aanzetten. Die staan nog niet aan. Uitjes gesneden. Knoflook gesneden. Strakjes gaan we ook spinazieblaadjes erbij doen. En crème fraîche. Maar ik ga dus eerst zo meteen de spekjes bakken. Zodat die een beetje gaar worden. Daar ga ik dan de spinazie bij doen. Daarna ga ik deze twee erbij doen. En als allerlaatste de crème fraîche. En ik ga de pasta er denk ik alvast bij gooien. Dan kan het lekker gaan koken. Ik weet niet of jullie me kunnen horen, maar kijk, het is heel grappig. Ik heb er net een beetje spinazie bij gedaan. Zometeen doe ik er nog wat meer bij. En nu zijn die blaadjes heel groot. Maar straks als je kijkt, zijn ze opeens heel klein. Ik doe trouwens de uitjes er als laatste bij, omdat ik het nooit heel lekker vind als die echt mega bruin worden. Ik had eerst de spekjes, daarna de knoflook. Dus nu de spinazie. En van de spinazie kan er nu ook wel bij. Ja. Even wachten tot de spinazie klein is. Dan doe ik de uitjes erbij. En de pasta is over een paar minuten klaar. En dan kan ik de fraîche erbij. Oké, dit is dan hoe het er uiteindelijk uit komt te zien. Gewoon die saus en alles. Dit is voor mijn vader, want voor mijn vader heb ik ook gemaakt. En hier zit het in voor Joey, Tessa en mij. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat smaken. 3 vorken mee. Ik ga over 20 minuutjes Tessa ophalen. Dus ik heb het even met folie ertussen gedaan in de hoop dat het een beetje warm blijft. En anders moeten we het opwarmen daar. Maar dat komt wel goed, denk ik. Dus ik ben ook heel benieuwd wat mijn vader ervan gaat vinden. Ik ga nu nog even een vlogje kijken van Leonie. En dan zometeen sporten. Ik ben thuis aan het sporten en de plannen zijn veranderd. Miel komt hier slapen, dus ik ga wachten tot hij er is. Ondertussen ga ik filmpjes kijken op mijn laptop. En deze 0% vet en magere kwark gestoofde appel vanille eet. Hoi. Het is vandaag donderdag. Ik heb vanmorgen nog niet de vlog geopend. Maar ik zit in de trein na stage. Oh, met Rosa. Want wij gaan naar Amsterdam, naar Gis Louise. Simpel zo, joh. Mijn hoofd lijkt zo goed. Oh, ik ga hem gewoon even neerzetten. Zo, kom er niet. Ik steek het wel. Ja, ik doe altijd zo. Als jij dan tegen mijn telefoon aan legt, zo. Wacht, ik doe altijd zo. Ja, zie je? We gaan naar Gis Louise. Snap je? En daar zometeen op zijn trouwens als meter ook, die gaat ook mee. Dus we hopen dat ze heel veel leuke truien en shirtjes hebben. Ja. Hoe lang moeten ze nog? Ook kan niet kijken. Nog 5 minuten. Het komen 10 of aan, toch? Ja. Nog 5 minuten. Sure. Ik geef hem mijn telefoon. En ik hoop eigenlijk dat ze deze, als deze trui daar is voor heel goedkoop, ga ik hem opnieuw kopen. Want die stond wel op Insta onder het, ja, bij die maar foto's. Maar heel veel. Ja. Kijk, jongens, zit er zo je vlek op. Ik weet niet dat je het ziet. Wij zitten in de trein naar de Centerville. Oh, ik had al iets meer. Wow, jouw camera is echt groot. Kijk hoeveel we hebben. Waar is het mee? Ik weet niet waar het mee is. Ja, daar kunnen we het wel omhoog. Stop voor u in Amsterdam, dezelfde lijn. Haarlem, Heemstede, Aardenaal. Leiden Centraal, Den Haag, Laan van Nieuw-Zindië. En eindbestemming is dan Den Haag Centraal. Dan zien we met u een hele fijne reis. Dank u wel. Dank u wel, jij ook. Wij zijn weer terug in de trein. We hebben net SME afgezet. Er zitten allemaal vlekken op mijn beeld. Ja, weg. SB is net in de andere trein naar huis gegaan en Rosa en ik zitten samen in de trein, want wij moeten zelfs kant op. En we hebben heel veel leuke dingen. Laat het even zien. Ja. We hebben deze, we hebben allebei. Oké, okay. Wat Rosa nu laat zien, heb ik ook allemaal. Ja, maar we moeten zelf ook hierop staan. Ik hou deze vast. Très chic. Ik had het net in mijn hoofd. Eclectiek. Magiek. Ja, alle shirtjes waren 20 euro en alle trui 35. Ja. En SB heeft deze ook, toch? Ja, volgens mij wel. Dan hebben we ook alle drie deze. El Tigre. El Tigre met nieuwe dagen. Die is ook heel leuk. Ja. En welke maat heb je die nou? Wel in de nul, toch? Ja, ook. Heb je alles in de nul? Die is nul. Deze is in een. Deze is nul.
En die ook in een 0. Oh nee, die ook in een 1. Echt? Oh. Maar hij ziet er ook klein uit. Ja. En dan hebben we ook nog bij deze trui. Ja, met Phoenix Girls. Ook heel leuk. Leuk. En dan heb ik... Oké, nu mag jij hem vasthouden. Zou ik zo grappig om hem vasthouden, omdat het precies die dingen. Ja. Ik heb precies die drie dingen. Dan heb ik nog dit shirtje erbij. Deze blauwe. Nee. Heel leuk. En dan heb ik ook nog voor Joey een trui meegenomen. Namelijk... Die is ook echt heel leuk. Ja, deze. Holy is ook heel leuk. Leuk. Love it. Dus dat zou allemaal aankopen. Het is vandaag vrijdag en sorry dat ik vanmorgen niks heb gefilmd, maar ik was mijn camera bij mijn vader vergeten. Gisteren was ik dus met Rosa en Esmee naar de sample sale van Jeans Louise in Amsterdam. Super gezellig. Ik had Esmee natuurlijk wel eens gezien op Thuishaven. En Rosa heb ik een video mee gefilmd en was ik vorige week nog mee lunchen. Dus dat was echt heel erg gezellig. Ik heb als het goed is in de trein al laten zien wat ik allemaal heb gekocht daar. Dus dat is heel erg leuk. Maar toen moest ik gisteravond, was ik om 10 uur op Centraal terug, moest ik nog terug naar huis met de scooter. Toen moest ik thuis bij mijn vader mijn spullen pakken om bij mijn moeder te gaan slapen. Hectisch allemaal. En toen was ik mijn camera vergeten. Maar vandaag op stage. En nou heb ik de hele dag weer lekker stage gelopen. Ik hoef nog maar 12 dagen. 17 mei ben ik klaar met stage. Echt chill. Sorry als jullie een getreeuw horen, maar mijn telefoon staat erachter voor een lichtje, omdat het een beetje donker is. Maar ik was 13 februari natuurlijk jarig. En dan bij mijn stage, als je een stagiair bent, krijg je een cadeau van 30 euro. En die moest ik nog steeds uitgeven. Dus ik heb daarvan dit haarmasker gekocht, omdat mijn haar echt heel erg droog is. En toen zei ik van ja, welk masker raden jullie aan? Want ik heb eigenlijk krullen, dus ik dacht zo ja, het krullenmasker. Maar Ruby zei toen van nee, je moet deze doen. Een masker voor droog haar, dus die heb ik nu gekocht. Vandaag gekregen, hij was 42 euro. Dus ik moest er zelf 12 euro bij leggen. Maar hij schijnt dus heel goed te zijn. Oh, en hij ruikt ook op zich wel een beetje lekker. Dus die. Ik heb ook een pakketje binnengekregen van Come Get Fashion. Maar dat kunnen jullie in de volgende weekvlog zien. Ik ga nu even douchen. En even wat aan mezelf doen. Want we gaan vanavond eventjes met het groepje. Gaan we even wat drinken ergens. Zoe, Jet, Miu, Kay, Storm. Jor gaat ook mee volgens mij. Misschien Nigel en Joek. Ik weet niet of die meegaan. Maar we gaan morgen gezegd met z'n allen uit naar Indigo. Dat is een feestje op het strand in Scheveningen. De opening. Dus daar gaan we heen. Superleuk. Maar we hadden ook zin om vanavond wat te doen. Dus we gaan vanavond wat drinken met z'n allen. En ik kreeg net appjes. Dus heel misschien zijn dat ze... Nee, dat is mijn vader. Het is vandaag zaterdag en eigenlijk alweer einde van de dag. Het is namelijk... Kijk waar mijn telefoon is. Het is 5:05. Ik heb vandaag heel de dag gewerkt. En daarna ben ik eigenlijk gelijk naar huis gegaan. Heb ik me een beetje klaargemaakt. Ik weet niet, het lijkt altijd alsof je bij mijn contour niet ziet. Terwijl, volgens mij heb ik echt fucking veel opgedaan. Maar oké. Ik heb mijn haar gesteld. En ik heb nu even deze trui van Jeans Louise. Maar ik ben even aan het kijken wat ik aan wil doen. Ik heb het nu zo. Maar dit vind ik niet leuk. Ik denk dat ik dit shirt aandoe. Van Jeans Louise. Met dit jasje van de Bershka. En dan dat broekje. Want ik vind hem niet leuk met dit broekje. Want dit broekje is best wel hoog. En anders zie je de tekst van de shirt niet meer. Dus. Maar ik ben dus even aan het kijken wat ik aan ga doen. Maar we gaan vanavond uit. En ik ga nu naar Zoe toe. Want we gaan het samen verder klaarmaken. Dus ik ga eventjes mijn spullen pakken. Ik denk dat ik voor nu even een lange broek aandoe. En dan bij Zoe me omkleed of zo, denk ik. Dus ja, ik ga jullie meenemen. Want vanaf Zoe... Ik ga nu naar Zoe, dan gaan we samen koken. Ik ga daar op scooter heen. Dan komen we even terug. Dan moet ik even mijn nichtje gedag zeggen. En even mijn tas thuis zetten. Dan gaan we op scooter naar Storm. Vanaf Storm gaan we met een uur naar het strand. Vanaf het strand gaan we met een uur weer naar huis. Dus hoe ik mijn scooter ga ophalen morgen... Weet ik nog niet. Maar goed verhaal. Dit is wat ik denk ik uiteindelijk aanhoud. Dit jasje dus van de Bershka. De shirt van de Jeans Louise Sample Sale. Die hebben Esmee en Rosa trouwens ook. En dan dit rokje van de Zara van vorig jaar. Of nou, het is een broekje, maar het lijkt op een rokje. En doe ik mijn soorten zendera's erbij aan. Ik ga nu opschieten. Want ik ga naar sowieso. Oh, en ik heb trouwens deze Panthers Crunchy. Die is van Comcat Fashion. En deze zonnebril ook.
Ik weet niet waarom ik een zonnebril meeneem, maar ik vind het gewoon echt heel erg leuk. Waar is die hier? En ik heb dus nog meer dingen van Comcat Fashion, maar die zal ik in de volgende weekvlog laten zien. Kijk even hoe leuk dit is. Het is ook leuk voor allemaal festivaletjes en zo. Zo op je hoofd. Ik vind het helemaal leuk. Maar we gaan dus vanavond naar Indigo en dat is dus op het strand. Dus ik denk dat het daar best wel koud kan zijn in de avond. Dus ik twijfel of dat ik een trui mee zal nemen voor hier overheen. Of een jas. Ik weet nog niet. Ik denk... Ik weet niet. Ja, klopt. Ja, ik weet niet. We zijn op de surprise-part van Dagmar. Ja, ik heb het nog niet verteld. Ik moet het vertellen. Oh. Ik heb vandaag mijn hoofd nog niet gekregen. We gaan het wel even samen doen. Nou, we hebben vandaag een surprise party georganiseerd voor Dagmar. En we zijn er nog niet. En we hebben het gisteren trouwens heel leuk gehad. Ik heb het helemaal niet meer gefilmd daar, maar het was heel leuk. Ja, het was heel gezellig. We waren ook echt laat thuis uiteindelijk. Ja, 6 uur. Ja. En ik kwam pas net 6 uur mijn bed weer uit. Maar het was eigenlijk 5 uur, hè? Ja. Ja, ook eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Ja. Tijd ging een uur toch. Ja. Maar verder. Maar ja, wacht, ik ga het even laten zien daar. Oh ja. Met de ballonnen. Maar Angie is dus nu met Dagmar zogenaamd een drankje doen. Maar dan komt ze hierheen. Oh. Deze heb ik van een vriendje gehad. Heel lief, mooi. Heel aardig. Huh? Kirsten natuurlijk weer de hele bak leeg. Nee, dat rijdt de fit. Fit girl. Nou, omdat jij onze meest seksistische vriendin bent. Boy. Oh. Ja, dat al een paar eeuwen voor geld. Die moet je van korte duur. Waar neem je altijd genoeg mee? Wat wil je? Ik ben niet zo lang. Ah! Oh, die is leuk! Ze is al geland, zei ze. Oh, die is zo schattig. Oh, dat is een sleutel voor haar. Zou ze even vliegen naar haar? Oké. Ja? Mag de volgende? Ja. Oké, nou deze willen we dat je meeneemt naar Oranje Bloesem en naar elk Wakkerend Festival, oké? Beloof het, hè? Staat op beeld. Alleen niet als je met mij bent. Nee! Ik denk jou zo niet. Hopper. Ja, maar. Oké, nou deze hebben we voor je tas bijgelegd. Oh, dat is zo lief, dankjewel. Zo awkward dit. Ah, oh, zo lief. Dit is zo lief. En, ja, er staat verder op dat je dat is dus nog niet het cadeau. Nee. Oh. Jawel. Ah, expose the game! Dit moet je er niet uit. Lekker heel ondankbaar. Lees het voor. Allerliefste, gekste, mooiste dag. Ik feliciteer met je 19e birthday. En deze is waar je niks mee kan, maar wel je laatste 10er jaar. We hopen dat je ooit volwassen gaat zijn. Dat we allemaal met je mee gaan maken. Proost op jou, die afvoer. En nu je echte cadeautje. Ik weet niet of ik heb staan. Wow! Nee, dat is echt niet filmen. Iets wat je opneemt.
Het is niet wat je denkt. Ja, dat is waar. Het is niet wat je denkt. Het zijn alleen de doosjes. Weet je dat ik nog nooit zoiets heb aangedaan? Hij vindt wel zijn boxjes niet aangedaan. Ja, dat lijkt me wel gedoogd. Spannend! Goedemorgen allemaal, het is vandaag de dag na dag maar de surprise party, dus maandag. Dus eigenlijk hoort deze dag helemaal niet meer bij deze vlog. Maar ik had gisteren de vlog niet afgesloten, dus ik dacht dat doe ik nu eventjes. Dagmar die was echt ontzettend verrast en het was echt heel erg leuk. Zij dacht namelijk dat we met z'n allen wel bij de Millers gingen drinken. Maar eigenlijk hadden we gewoon een surprise party voor haar geregeld. We hebben dit cadeautje aan haar gegeven. Ze was er echt mega blij mee. Ik vind het echt heel erg mooi. Dus dat, het was echt heel erg gezellig. Ik was rond 1:15 thuis. Vandaag hoef ik niet naar school. Ik ga zo meteen met Char foto's maken. Maar dat zien jullie allemaal in de volgende weekvlog. Vond je het nou een leuke weekvlog? Vergeet dan geen duimpje omhoog te doen. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Doei doei. Bedankt voor het kijken.